Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 19 januari 2014. De Nederlandse koninklijke familie, koningin Maxima, koning Willem-Alexander, folteren en doden op zeer grote schaal homo's, internationaal. Dit moet stoppen omdat de schending van homorechten maar een zeer klein deel is van de veel grotere mensenrechten schending die het hele Nederlandse volk raakt. En natuurlijk ook het buitenlandse volk. Kijk, de koninklijke familie lobbyt in de ridderzaal met het internationaal strafhof. En daar wordt besproken welke politici boven de wet blijven, welke landen boven de wet blijven, dus binnen het ICC, hoe het internationaal strafhof illegaal kan worden stilgelegd, daar zijn ze nu mee bezig, hoe ook de Verenigde Naties, maar ook de Afrikaanse Unie en andere politieke groeperingen moeten handelen om bepaalde vormen van schending van mensenrechten in stand te houden en ook oorlogen te kunnen aanmaken. De koninklijke familie weet dat er sinds mei 2007 een rechtszaak ligt tegen Nederland bij het internationaal strafhof. Ze hebben actief meegewerkt aan het in de doofpot stoppen van die rechtszaak, omdat zij de koninklijke familie willen zijn met alle luxe, 1,2 miljoen salaris voor Maxima en Willem-Alexander. En allebei behorende toeters en bellen. Ze willen dus mensen vermoorden in Nederland en in het buitenland. Wat betreft de homorechten moet je je even realiseren dat elke keer als de koninklijke familie, en meestal is dat Maxima, weer een toespraak houdt binnen een economisch kader, ze eerst heeft geregeld in de ridderzaal wie er mensen mogen folteren en vermoorden. Dus zij heeft actief geregeld dat het internationaal strafhof op basis van willekeur dossiers ontvangt, dossiers in de doofpot stopt en mensen uitroeit, oorlogen start. Dan heeft het internationaal strafhof momenteel alleen maar dossiers uit Afrika en één dossier tegen Georgië. Nou, dat Georgië dossier dat moet worden vergeten, omdat de Russen dat zo hebben geregeld bij het Nederlandse parlement en bij de Nederlandse koninklijke familie. Dus je krijgt de situatie dat Maxima en Willem-Alexander willens en wetens toespraken houden over bijvoorbeeld homorechten, die dan dienen om de veel grotere onderliggende mensenrechten schendingen in stand te houden. Landen als Oeganda, Kar, Congo, Mali, Kenia hebben geen homorechten. Het zijn allemaal landen tegen wie het internationaal strafhof nu rechtszaken heeft. En het zijn allemaal landen die lobbyen in de ridderzaal via de ambassadeurs met de koninklijke familie. Dan gaan we nu door naar Sochi. Dat Sochi, dat is echt voor Nederland een zeer gevaarlijke toestand. En het gevaar is al verankerd. Dat is eigenlijk, het maken van het gevaar is al geweest. Alleen het Nederlandse volk weet het niet. En dat maakt het extra gevaarlijk. Kijk, de Russen zijn oppermachtig in Nederland. Dat mag niemand ontdekken. Dat mag het klootjesvolk niet weten. De Russen hebben via het internationaal strafhof een enorme macht binnen ons rechtssysteem. En dat is stillegmacht. Het is dus niet wij betalen steekpenningen. Nee. Het is ook niet van wij veranderen dossiers. Nee. Het is de macht om de Nederlandse economie stil te leggen. En dat weten Mark Rutte, Timmermans, natuurlijk weet het hele parlement dat. En de koninklijke familie. En om die reden hebben ze zo'n grote delegatie samengesteld voor Sochi. Ik wil dat de Nederlandse koninklijke familie echt met een mokerslag van de troon wordt afgeramd. En dat is nodig omdat ze gedwongen moeten worden te werken vanuit de mensenrechtenverdragen. Dat verdommen ze te doen. De Nederlandse koninklijke familie leeft helemaal niet fair trade en eco. Zelfs dat fatsoen dragen ze niet uit. Dus als je dan als haute méthode koningin Maxima rondreist in haute couture en je zwaait overal en je praat over armoede en over werk en over toegang tot financiële instituties en geld, dan ben je dus willens en wetens bezig
om de mensen uit te moorden. En dat moet stoppen. Dag.